Vandaag gaan we iets superleuks doen en dat is gamen op een megascherm. En dat megascherm komt hier achter mij in mijn kamer te hangen. En dan vraag je misschien af, Arnik, hoe wil je dat gaan doen? Nou, hier achter mij zie je een hele grote muur. En die grote muur gaan wij zo veel mogelijk vullen met deze projector. En dit is echt een beest. Ik heb hem al mogen testen. Ik heb er al een filmpje op gekeken. Maar vandaag gaan we er ook op gamen. Hier hebben we hele mooie knopjes. Je kan hem hiermee scherp stellen. Je kan hem hiermee in- en uitzoomen met dit dingetje. Als eerst ga ik eventjes die muur leeghalen. En dan gaan we daar zo meteen Fortnite op spelen. Super lang geleden dat ik Fortnite heb gespeeld. Maar vandaag gaan we het weer doen. Nou, laat ik snel eventjes die muur leeghalen. En dan gaan we daar het beeld op projecteren. Zo, de muur is leeg. Dat is raar. Na zo'n lange tijd de muur leeg te hebben. Zoals je ziet is de muur niet helemaal kaal en niet helemaal wit. We gaan eens kijken hoe het eruit ziet. En het is natuurlijk het allerbeste om het op een witte muur te doen. Die heb ik hier niet achter mij. Daar wel, maar die is te klein. We willen op zo groot mogelijke muur hebben. Ik ga de projector neerzetten. Ik ga mijn toetsenbord ergens neerzetten, zodat ik die kant op kijk. Wens me succes, dit komt goed. Later. En kijk hoe dit eruit ziet, super mooi. En je ziet natuurlijk een beetje nog de scheuren van het behangen, zo wat er allemaal af is daar. Maar het ziet er toch goed uit en groot ook gewoon. En dan ga ik zo meteen hier gamen. Dit is een gek plekje. Ik moet nog eventjes de microfoon daarop richten. Toetsenbord en muis ga ik erop plaatsen en daar staat de projector. Het is allemaal even geïmproviseerd, maar we moeten vast een potje Fortnite kunnen winnen. We gaan nu spelen als kip. En gooi natuurlijk solo's. En we jumpen gewoon meteen in de game. Let's go. Dat is ook wel grappig trouwens. Ik heb die oordopjes rechtstreeks in de beamer naast me gestopt. Want de kabel is natuurlijk niet zo lang van de oordopjes. Laten we hier naar beneden gaan. De belichting is trouwens wel echt gek hoor. Normaal staat er natuurlijk een lamp op mijn hoofd. Dan zie je de reflectie van de game niet. Maar nu dus wel. Ik vind het ook wel leuker uitzien zo. Misschien had ik moeten landen bij een plek waar ik wel vaker land. En dat is Slurpee. En niet hier. Niet in Pleasant Park. Dat is niet echt een plek voor mij. Maar oké, het is hier wel echt erg druk hoor. Het is hier echt druk. Oké, dit huis is volgens mij niemand hier bij deze villa. Oh, damn, er is wel iemand geweest. Oké, laten we dan naar dat plekje gaan. Oh, het gaat nu al helemaal mis, jongens. Het gaat nu al helemaal mis. Maar dat maakt niet uit. Want wij hebben hout. Maar we hebben maar 5 stukjes. Kunnen we daarmee omhoog komen? Dat moet vast wel lukken. 1, 2, 3, 4... We hebben er maar 4 nodig. Kijk, perfect. Perfect. En wat is dit dan weer? Er is ook iets nieuws of zo. Oh, ik heb er geen idee. Het zal vast wel iets goeds zijn. Maar hier is niemand geweest. Dus that's a good thing. Ik zie minis. Ik zie nog meer minis. Neem dit ook maar mee. En daar is niks. Dan hoor ik boven hoor ik een kist. En shotgun, nice. En dan is hier de kist. Super chill. Oké, dan hebben we al wat wapens. Ik ken alleen dit wapen niet. Wat is dit voor wapen? Een pulse rifle. Nooit van gehoord. Jullie misschien wel. Spelen jullie nog veel Fortnite of niet? Nou, ik heb het echt gewoon al lang niet meer gespeeld. Ik heb wel 1 potje gespeeld aan het begin van dit seizoen. Maar meer eigenlijk niet. Oeh, kijk. Dit is misschien nog wat chiller dan een pump. Vind ik wel in ieder geval. Maar ik neem ze gewoon even allebei mee. Is dat slim? Nou ja. Dan gaat ze nooit allebei tegelijk kunnen gebruiken natuurlijk. Dus het is niet per se slim of zo. Zit hier nog loot in of niet in dit ding? Lijkt me wel, toch? Zien we iemand? We horen niemand. Er is helemaal niks aan de hand. En de map zitten we ook gewoon heel erg nice in. Dus dat is ook helemaal goed. En hebben we hier nog lekkere loot. Heerlijk dit. Ik ga even, denk ik, dit wapentje testen. Oeh, wat is dit nou? Een soort lasergun. En wat is dit dan weer? Volgens mij worden we dan gelanceerd of zo. Zo'n gevoel heb ik gewoon, hoor. We gaan, denk ik, maar voor deze shotgun. Niet gehad. Ik wist ook. God. Dit is nou weer jammer hoor. Kijk, ik heb wel maar deze pump meteen. En wat is dit? Hey, joh! Dat ding valt me aan. Dat is een alien kippie. Dan valt hij me aan, joh. Oké, hij is van je af. Kippie, no worries. Ik heb je geholpen. Hey, joh, wat is dit nou weer? Aliens. Wat? Oké. Ik weet niet wat dit allemaal is, maar gelukkig ben ik geen held verloren. Laten we nog eventjes een beetje gaan looten. Oh, ik zou hier eigenlijk gewoon een bank moeten plaatsen. Gewoon lekker een filmpje hier gewoon chill moeten kijken. En dan heb je echt gewoon een bioscoopgevoel. Dat zou ik wel willen. Je kan trouwens ook gewoon zien dat de helderheid van de ding echt super goed is. Want je ziet gewoon elke kleur weer spiegelen. Oh jee, wat hoor ik nou? Wat? Wat zijn dat voor geluiden, jongens? Ik ken dat niet. Jullie denken, man, ik ben een noob waarschijnlijk. Maar goed, hè. Boeien.
Hoppatee, we nemen even wat steen mee en wat hout natuurlijk ook, zodat we zo meteen kunnen bouwen als het moet. Maar gelukkig hoefden we dat nog niet. Even kijken, hier hebben we nog zo'n AK, hier hebben we een... Ja, wat is dat voor geluid weer? Gebeurt er dan iets met die UFO of zo of wat? We kunnen het beste nu, denk ik. Ik ben helemaal paars ineens, ik was net helemaal groen. Een beetje aan de rand blijven, maar... Ja, we gaan eens even aan de rand blijven en kijken of we mensen kunnen vinden en kunnen killen. Want ik wil natuurlijk wel even een kill kunnen maken, hè. Oh jee, iemand schiet op mij. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Oké, dan gaan we bouwen voor de eerste keer sinds een lange tijd. Ik mis wel echt een... Oh, volgens mij zie ik hem daar lopen. Ik mis wel echt een sniper. Dat is wel echt een ding wat ik nodig heb in Fortnite. Daar maak ik meestal heel erg veel kills mee. Maar ja, die heb ik nu niet, dus daar kan ik helemaal niks mee. Ik zie hem lopen. Daar. Damn it. Net gemist. Wat voor kogels moet hierin? Lijkt wel of hier AR-kogels gewoon in moeten. Ja, waar die dude nu is, weet ik niet. Volgens mij hebben we nog achter dat gebouw. Ik weet het niet precies. Okay, let's go. Let's go. Er zit ook een pincet. Of nee, niet zo'n pincet. Zo'n prikker zit midden in mijn beeld, weet je wel. Daar hingen die tekeningen op de achtergrond bij mij. Die hingen gewoon aan zo'n prikker. En die hangt nu midden in mijn beeld. Oh, ik hoor iemand. Er is iemand. Waar is hij, joh? Oh, in het gebouw. Daar loopt hij. Alright. Oh, er wordt nog op me geschoten ook. Oké, wacht. We gaan gewoon actie ondernemen. Hop, waar is hij dan? Hop, waar is hij dan? Huh? Ik snap er helemaal niks van. Er is hier nu één iemand, maar verderop was nog iemand op me aan het schieten. Dus ik dacht, ik ga maar een domme actie ondernemen. En dat heb ik dus gedaan. Maar ik weet niet waar die nu is, joh. Hij is weggerend, volgens mij. Wat is dit voor een gekke... Oké, we gaan weer omhoog. Er zit nog een kist. Gaan we snel pakken. Kom op. Hop. Oké, er wordt op me geschoten. Nou, dit hoeft niet. Oké, daar schiet iemand vandaan. Oké, even kijken. Hoppakee, ik zie alles misschien nog wel beter op zo'n groot scherm, joh. Hoppatee, oké, daar. Hoppa, nou, als dat niet heel goed is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Oké, de cirkel is wel verplaatst. Ik vraag me af waar die andere dude is, want volgens mij waren er meerdere mensen hier. Ik werd van één kant beschoten, toen ging ik dat huis binnen. Maar ja, ik weet niet waar die nu is. Even kijken. We moeten nu wel een stukje lopen, dus laten we gewoon gaan lopen. En ondertussen... Materials fixen, want dat hebben we wel nog nodig. Oh jee. Oh jee, er schiet iemand op mij. Oké. Dit kunnen wij wel. Als hij een beetje niet mij vol blijft spammen met zijn kogels. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Oh, daar. Hoppa. Kom op. Wat is dit voor een noob, joh? Ik dacht dat ik noob was. Het lijken wel bots. Het lijken wel bots. Het zijn toch geen bots? Please, laat het geen bots zijn, want dan lijk ik... best wel een noob. Maar please, laat het geen bots zijn. Oké, nou, we hebben geen... Shields helaas. Ja, minis, maar ja. Oh my... Wat is daar nou weer, jongens? Er zit gewoon iemand in een heel groot fort. Maar als het goed is, moet hij ook gaan moven, want de storm komt eraan. Dus hij moet ook gaan moven, denk ik. Dus dan zal die nu naar beneden gaan. En ik weet het niet. Is hij naar beneden aan het gaan? Ik heb in ieder geval twee medkits bij me. Dat is al chill. Ik zag hem net nog daarboven bouwen volgens mij. Maar nu zie ik hem niet meer. Oké, okay, let's go, let's go, let's go. We good, we good. Ik zie daar nog iemand lopen. Kom op, mis hem dan niet, Marnik. What a noob, Marnik. Oké, okay, we gaan eventjes in de veiligheid zitten hier. Let's go, let's go, let's go. En even snel dit innemen. We zitten hier wel in het open. Redelijk gevaarlijk. Oké, okay, daar komt hij aan, daar komt hij aan, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Oké, dit haal ik niet. Hup! Oh, miste hem! Hoppa! Noem me nog snoep. Noem me nog snoep. Uh-oh. Oh my god! Dit was wel echt dikke vette karma. Dit kan toch niet, jongens? Nou, het ging nog best wel goed. Alleen, ik was niet super alert op die rocket launch op het einde. Daar zie je de beamer nog. En hier zie je het mooie... grote scherm, dit ziet er toch mooi uit. Ik ben er blij mee. Ik ga hem ook zeker goed gebruiken. Ik denk vooral voor films en series lijkt hij me super chill voor een soort van bioscoop vibes of zo in huis te brengen. Dus daar ga ik hem zeker voor gebruiken. Als je meer informatie wilt zien, check het linkje in de beschrijving. Hashtag gekregen. Laat nog een like achter. Check zeker mijn Twitch. En abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.